3, 2, 1, start! Gas geven! Voeten op de trappers. Probeert een ander de bocht af te snijden. De rechte lijn. Er pakt hier al iemand onmiddellijk de leiding. Ik kan moeilijk de nummer lezen, maar het is nummer 2. Warren van Steen gaat hier recht op de finish af. Blijft in een helstempel verder trappen. Ziet de bel en ja, de Warren van Steen gevolgd door. Ja, we hebben even de nummers gemist. Alle begin is moeilijk. Lieftallige jonge dame op de tweede plaats. En 4 en 5 komen binnen nu in een heel spannende eerste manche van de traptractorenrace. Met Warren van Steen als winnaar. Voor de Warren hebben we een consumptiebonnetje en een snoepzak. Ja, je kunt onmiddellijk uw snoepzak hier bij de Frank, de koerscommissaris, komen afhalen. Dus ja, de Warren is er klaar voor ze. Laat die snoepzak maar komen. En dat bonnetje, want ik heb hier gewonnen. Waar? Goed gedaan, jongen. Dat was de flitsende start. De traptractoren worden terug in stelling gebracht. En de Warren van Steen gaat als een tevreden man naar huis. Met het gevoel van de overwinnaar. Daar gaan ze voor de rest van de dag weer in huis mee kunnen houden thuis. Dus ondertussen nemen plaats voor de tweede marge van de traptractorenrace. Nummer 1, traptractor 1, Vasil van Tilburg. Traptractor 2, Nelle van Tilburg. Traptractor 3, Linneleus. Traptractor 4, Nant Nooyens. En traptractor 5, Elias Janssens. Mogen wij deze piloten vragen om plaats te nemen op hun bolides en om de benen in te smeren en te trachten de eerste plaats van de tweede marge te veroveren. Er wordt druk onderhandeld, er wordt nagedacht. Ik hoor al van die dingen van ik wil met die groene rijden. De kleur speelt geen rol, mannen. Het zijn allemaal goede traptractoren. Nagekeken technisch voor de wedstrijd. De banden staan hard, de piloten staan klaar voor de tweede marge van onze traptractorenrace. We gaan zien of het weer zo'n afgetekende overwinning wordt van de eerste piloot of dat het meer een nek-aan-nek race wordt. De eerste bocht is super belangrijk, de hardspelbocht. Daar wordt het verschil gemaakt. Zijn alle piloten en pilotes klaar om er een lap op te geven? 3, 2, 1, start! En trappen! Alsof hun leven ervan afhangt, eerst een bocht proberen te pakken en er is er één die het door heeft, een binnenbocht. Hè. Dat is de snelste bocht. En zo zetten we de rechte lijn in met de rode tractor nummer 3. Linneleu, nee. Vergissing. Oei, oei. De mannen zijn hier. Ja. Ja, er rijdt iemand met de verkeerde tracteur. Ai, 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 ai. Maar desalniettemin, de winnaar is de winnaar. We zitten even in de knoop met de nummers. En Linneleus rijdt nu over de finish. En er wordt gewoon doorgetrapt. Mannen, één keer over de streep. We mogen het rustig aan doen. Niet naar huis rijden met de tracteur. Niet naar huis. We hebben ze nog nodig. Ja, mannen. Ja, de verkeerde piloot of de verkeerde tracteur, zo krijgen we. Miserie. Daar komt de winnaar aan. Ja. Hey, Frank, hoe heet de winnaar? Nant? De Nant heeft gewonnen. Sorry, Nant. Nant Nooyens. Pallend hier de consumptiebon in en de snoepzak. De traptractoren worden voor de derde marge terug naar de start gebracht. De volgende 5 piloten zitten zich klaar. Ah, nu hebben we 2 reeksen van 3. Met op traptractor 1. En nu gaan we het proberen goed te doen. Op traptractor 1. Dat kan niet gemakkelijk zijn met die mannen die dat moeten regelen. Ik ga het nog eens één keer voorzeggen. Op traptractor 1, Lies van den Broek.
Op traptractor 2, Siebe van Meirage. En op traptractor 3, Nore Bijens. In deze manche van 3 kijken opnieuw 3 piloten elkaar recht in de ogen en gaan strijden voor de overwinning van de 3e manche van de traptractorenrace. De mini grote prijs van Weelde. De laatste piloten zet zich klaar op de traptractor. Nummer 1 wordt gewisseld en dat wordt Bill Tielemans. De Mil gaat strijden met 2 juffrouwen voor de consumptiebon en de eerste prijs. Voilà, er wordt druk overlegd. Oké, zijn we klaar mannen? Voeten aan de trappers. Blik op de eerste bocht. Denk eraan, die eerste naspelbocht is super belangrijk om de overwinning in de wacht te slepen. 3, 2, 1, start! Ja, en ze zijn vertrokken. Oei, in een piloot geraakt, moeilijke start. En pik nu toch aan. Maar dan neemt iemand duidelijk de leiding, de man met de rode tractor. Hij wordt gevolgd door de juffrouw met het blauwe t-shirt. En nummer 2 tegen nummer 3. Ah ja, er wordt hier. Ja, nummer 3 gaat alsnog voorbij. Rijdt nummer 2 klem. Alles is toegestaan tijdens de traptractorenrace. En we gaan voor de bel. Wie komt er eerst bij de bel? Ai, en nummer 3 schoot. Je vergeet de bellen. Terug. Nummer 3 pakt de bel. Nee, pakt ook de bel niet. Ja, er moet iemand achteruit om alsnog met de bel te rammelen. En dat zal dan de overwinnaar worden. Ja, oké. De man met de pet heeft het door. Voilà. Een duidelijke overwinnaar die was vergeten te bellen. Dat moet de Mil geweest zijn. Ja, er was maar één heer tussen. Een strijd met 2 dames. Maar de juffrouw met het blauwe t-shirt, de dochter van de RAF, had een benaten stekken. Ze had hem klem gereden hier. Maar ja, het mocht niet baten. De eerste prijs gaat alsnog naar de Mil. Die had thuis getraind, dat was duidelijk. Ja, die had thuis getraind. Terwijl wij verder nadenken, onze hersenen laten knersen tanden, gaan we ons klaarmaken voor de 2e marge van de traptractorenrace. Mogen we vragen aan alle piloten om zich klaar te houden. Iedereen die zich heeft opgegeven, als je uw naam hoort, gelieve naar de traptractor met het juiste nummer te gaan. Daarnet hadden we de jongste kinderen. De 2e marge zijn de iets oudere kinderen van 7, 8, 9 en 10 jaar. En zus van Greet Bens. Ja, die moest ze straks vervangen, maar die heeft het niet gedaan. Uiteindelijk kwam de dame van de wc af toen en is dat goed gekomen. Dus de zus mag nu aantreden. Samen met Ken Bijens en Nine Bijens in de eerste manche van de 2e reeks van de traptractoren. Dus 1 reeks van 3, 2 reeksen van 5. Dus Ken, Nine en zus. Ken mag plaatsnemen op traptractor 1. Nine mag plaatsnemen op traptractor 2. En zus op traptractor 3. Twee heren tegen 1 dame. Hier zal omgestreden worden. Wie eerst de bel raakt. Oei. Problemen. Allee. Nummer 1. Wacht. Nummer 1 was Ken Bijes. Bijes. Ja, Bijes staat hier. En 2 was Nine Bertels. Ken Bijes. Gezocht. 1. Start. En er wordt hier met geweld getrapt, er wordt hier onmiddellijk een bocht afgesneden.
aan de naarspelbok. En hier, inderdaad, volgens mij hebben we hier een bias op kop die richting de finish gaat. En die de snoepzak al voor zijn ogen ziet. En die trapt alsof zijn leven ervan afhangt. Die kijkt achterom naar de concurrentie. En die ziet iemand, die ziet een dame naderen. Die gaat voorbij steken langs rechts en probeert dan toch de Belgier op tijd. Dat was echt een nek aan nek race. En de handen worden terecht in de lucht gestoken. Hier is een grootse overwinning binnengehaald op de valreep. Want de juffrouw kwam vervaarlijk opsteken en dreigde de bel te grijpen net voor. Hij had iets te vroeg gedemareerd, trapte op zijn adem net voor de finish. Maar het is nog goed gekomen. Inderdaad, de consumptiebon plus snoepzak wacht hier op de winnaar. Bij de koerscommissaris, bij de Frank. Voilà. Dat is wel een garantie op buikpijn morgen. Die snoepzak kan weer in één keer verorberd worden. De volgende reeks van de traptractoren houden zich klaar met op traptractor 1 Cas van Steen. Traptractor 2 Axel Jacobs. Traptractor 3 Mil van den Broek. Traptractor 4 Vin Quirijnen. En 5 Lore Leemans. Iedereen op de juiste tractor. Denk eraan, heren en dames, de eerste bocht is belangrijk. Wie daar de andere startschot? En richt uw blik op de eerste haarspelbocht, zodanig dat je daar de concurrentie een poepje kunt laten rieken. Laat u maar eens goed gaan, voeten aan de trappers. En er wacht een grote snoepzak op u hier aan de finish. Zijn we klaar? 3, 2, 1, start! En onmiddellijk aan de buitenbocht wordt er gedemareerd. En dat leidt tot accidenten in de eerste haarspelbocht. En iemand neemt hier onverbiddelijk de leiding. Traptractor 2 laat iedereen het nakijken. Gaat hier Axel Jacobs, gaat voor de eindoverwinning. Doet even de voeten van de trappers. Maar die overwinning is overduidelijk binnen. De rest had jammer genoeg geen schijn van kans. Maar krijgt toch allemaal een snoepzak hier bij de Frank af te halen. Aan de zijkant van de finish. De traptractoren worden voor de eindmanche, de laatste manche van de traptractoren. Of nog twee manches om iedereen aan bod te laten komen. Dus de traptractoren gaan terug naar de start. De snoepzakken worden afgehaald. De consumptiebon is binnen. De volgende reeks is op tractor nummer 1 Lene Nooyens. Traptractor nummer 2 Stan Lambrechts. Traptractor nummer 3 Daan Melis. Traptractor 4 Thijs Jaman. En 5 Sanne. Sarre Janssens. Ik was even ontcijferen. Van allemaal doctoren kunnen werken, ons eigen geschrift even lezen. Iedereen op de juiste traptractor alstublieft, we maken ons klaar voor de voorlaatste manche van de superspannende traptractor race. Dus op traptractor 1, Lene Nooyens. Traptractor 2, Stan Lambrechts. Traptractor 3, Daan Melis. 4, Thijs Jaman. En traptractor 5, Sarre Janssens. Iedereen op de juiste tractor, we houden ons klaar. Voeten aan de trappers. Blik op de eerste bocht en wees onverbiddelijk. Wie eerst door de eerste bocht komt, maakt een grote kans op de eindoverwinning. 3, 2, 1, start! En de dames gaan de heren hier proberen af te troeven en de juffrouw pakt de binnenbocht. Heel verstandig. Oei, de schip valt naar beneden. En dat remt natuurlijk geweldig af. Daar maakt de man in de groene tractor dadelijk gebruik van. Traptractor 4 gaat hier in een rotvaart naar de finish. Thijs Jaman haalt hier waarschijnlijk de eindoverwinning binnen. Jawel. Hij valt bijna van zijn tractor bij het trekken aan de bel. Maar de consumptiebom is binnen.
En de smile is gedood. Van Thijs Jaman terecht. Laatste reeks van de traptractoren race. We geven zich nu naar de start. De volgende piloten. Diano Trompetter. Dan Kleine. Noortje Pinet. En Davino van Drie. Laatste reeks van de traptractoren houdt u klaar. Het zal bijzonder spannend worden. De laatste consumptiebon wordt hier aangeboden en er wel voor gestreden worden. Iedereen op de juiste traptractor. Er zijn nog 4 stroomzakken over en gelukkig hebben we ook nog maar 4 piloten aan de start. Want anders was dat vrij ambetant geworden. Dan hadden we de snoepzak in een hamburger moeten omzetten of iets dergelijks. We hebben overredelijke hamburgers en braadworsten ter beschikking in het tentje voor het gemeentehuis. Dus laat u maar eens goed gaan, kijk niet naar de calorieën en geef er een lap op vanmiddag. Piloten klaar voor de laatste marge van de traptractoren race. We hebben 4 piloten inderdaad, er resten nog 4 snoepzakken. Dus waarvoor gestreden gaat worden, ook voor de laatste consumptiebom. En we strijden tussen Diano Trompetter, Daan, Kleine, Noortje Pinet en Davino van Drie. 3, 2, 1, start! En er wordt hier onmiddellijk gedemarreerd en elkaar de loef afgestoken aan de eerste bocht. De man in de groene tractor en de juffrouw komt langs rechts opzetten. Hier gaat waarschijnlijk een dame proberen een inhaalmanoeuvre te doen. Maar de man in Davino van Drie in de groene tractor is van geen kleintje vervaard en gaat recht op de bel af. En zal waarschijnlijk de eind over. Ja, binnenhalen hier. En die komt zijn consumptiebon onmiddellijk ten gelde maken hier bij Frank, onze koerscommissaris. En de anderen gaan ook allemaal hun welverdiende snoepzak toegewezen krijgen. Er is hier geknokt voor deze snoepzakken. Terecht verdiend, laat het smaken. En we gaan ons klaarzetten voor de tweede marge van de plus 16-jarigen. Beste naar de finalisten. Ja. We gaan de finalisten bekendmaken.